Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Minister-president Eugène Rugnaert wil snel duidelijkheid over de intenties van de Clash Group voor wat betreft de overname van de raffinaderij op Curaçao. Dat zei Rugnaert gisteren tijdens een persconferentie. Maar we hebben niet de luxe van tijd. Officieel is Clash nog de enige exclusieve partner waarmee Curaçao onderhandelt en zijn er twee data afgesproken voor overname. De eerste is eind deze maand en dat zal niet worden gehaald. De andere is eind van het jaar. Rugnaert wil snel weten of Clash daar serieus nog aan mee wil werken. Vakbond APVO houdt vandaag een vergadering onder werktijd voor alle werknemers van overheids- en vees. Dat zijn in totaal 26 bedrijven. Die moeten als onderdeel van de zogenaamde coronaleningen 12,5% op hun uitgaven korten. De APVO wil haar leden over deze bezuiniging informeren. ABC Busbedrijf houdt vandaag ook een eigen vergadering en sluit het kantoor in Otrabanda voor een deel van de dag. De Extra meldt vandaag dat minister van Gezondheid Suzy Kamelia Reumer aangifte gaat doen vanwege verschillende bedreigingen die tegen haar zijn geuit. De minister wilde gisteren tegen de krant niet ingaan op de aangifte, maar het gaat om een al wekenlang gaande hetze tegen de minister, die volgens politieke tegenstanders miljoenen zou hebben overgehouden aan een banklening. Van de 30 enkelbanden die gevangenis SDKK heeft aangeschaft om gevangenen de mogelijkheid te bieden een deel van hun straf thuis uit te zitten, zijn er 19 kapot. De Extra schrijft vandaag dat gevangenen hopen dat minister Quincy Kirigori van Justitie hier iets aan doet. Ze vinden 11 werkende enkelbanden op 532 gevangenen veel te weinig. Al lange tijd klagen gevangenen over het feit dat er veel te weinig mensen thuis hun straf kunnen uitzitten. Minister-president Eugène Rugnaert heeft gisteren gezegd dat de grenzen van Curaçao op 1 juli daadwerkelijk opengaan voor toeristen uit Nederland en sommige landen in West-Europa. Minister-president Rugnaert heeft dat gisteren tijdens een persconferentie bevestigd. Deze bezoekers hoeven niet in quarantaine, wel zijn er enkele andere voorwaarden waar ze aan moeten voldoen. Zo moeten ze voor de reis een PCR-test bij een geaccrediteerd laboratorium laten afnemen en moet er een reisverzekering en een medische verzekering worden afgesloten. Leider van de politieke partij PAN, Amado Broertje Royer, heeft gisteren een bezoek gebracht aan de gouverneur, mevrouw Lucille George Wout. Royer overhandigde vorige week namens een groep manifestanten een brief aan de gouverneur. In die brief hebben de demonstranten, die vorige week 2 dagen achter elkaar demonstreerden, hun ongenoegen geuit over de huidige situatie op Curaçao en het beleid van de regering. Ze eisen dat deze regering opstapt. Een groep van 37 mannen die vastzitten in de Point Blanche gevangenis op Sint Maarten hebben deze week in een brief een ultimatum gesteld aan minister Ann Richardson van Justitie op Sint Maarten. In de brief eisen ze binnen 7 dagen verbetering van de levensomstandigheden in de gevangenis. Zo niet, dan gaan hun advocaten een nieuwe zaak beginnen om te proberen de eisen van de gevangenen in te willigen. De gevangenen waren eerder naar de rechter gestapt omdat ze in Nederland of Bonaire naar de gevangenis willen. Daar zijn de omstandigheden volgens hen veel beter dan in Sint Maarten. De rechtbank oordeelde afgelopen vrijdag echter dat het niet ontvankelijk is en die zaak daarom niet kan behandelen. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.